En dan vraag ik mevrouw Sastro naar voren. Zij is van platform Gehandicaptenzorg. Het gaat lekker vandaag. Welkom, ook u heeft 3 minuten. Na 2 minuten geef ik een seintje. Goedemiddag. Allereerst wil ik Simeon bedanken dat hij ons attent heeft gemaakt op deze vergadering. Mike is me eigenlijk al in een grote slag voor geweest. Maar ik denk dat ik toch iets meer inzoom op waar hij het ook over heeft. Burgerinitiatief, volksinitiatief, referendum. We zijn er niet tegen. Maar we kijken wel met argusogen. Wat levert het ons op? Wat zijn de verborgen agenda's? Wie moeten we geloven? Worden we geleid door het recht van de sterksten? Als je niet op je hoede bent, word je zomaar overroeld door een of andere nota. Kijk maar naar de nota beleidsparticipatie 2015. Toen werden we plots niet meer erkend als adviespartner. Alles moest centraal. We hebben ons er weer in moeten knokken. Nog steeds. Het verzwaart ons werk, terwijl het VN-verdrag zegt dat je ook lokale gehandicaptenorganisaties moet raadplegen. Wordt een referendum representatief voor participatieve democratie? Dat de mensen, wiens participatie bemoeilijkt wordt door ziekte, handicap, ouderdom, niet computervaardig, niet of goed kunnen lezen of de taal niet goed machtig zijn, dat zij de dupe worden. Dat ruimte voor initiatief alleen werkt voor mensen die de weg toch al weten te vinden. Overigens is participatieve democratie niet hetzelfde als participatiedemocratie. Kan iemand mij dat uitleggen? We hebben er belang bij dat ITS-normen worden gehanteerd, bij en in gebouwen. Dat CROW in de openbare ruimte wordt opgevolgd. Dat kinderen samenspelen, dat mensen samen leren. Dat voorzieningen integraal toegankelijk zijn. Dat we ook genieten van de natuur en kunst en cultuur. Dat een pleintje age-friendly is en dat de AOV je voor de deur op tijd haalt en je voor de deur afzet. En dat één minuut. OV toegankelijk is voor iedereen. Dat de samenleving design for all is. Als jullie het nog steeds niet voor elkaar krijgen om dit alles goed te regelen, hoe kunnen wij dan loyale burgers worden die erin geloven dat onze stem zin heeft? Dank u wel. Zijn er leden met een vraag? Lid Vroeger. Ja, mevrouw voorzitter. Onze achternaam opschrijven, want de voornaam mag toch niet in deze zaal. Mevrouw Sastro, van het formeel vandaag. Dank voor uw bijdrage. Ik denk heel veel punten die u noemt zijn ook terecht en zijn nog steeds punten van aandacht. Maar wat is precies de link met het referendum? Want die zie ik nog niet helemaal. Kunt u hier nog eens nader duiden? Ja, kijk, het is voor ons vaag welke onderwerpen referendabel. Hoe zeg je dat? Jullie weten wat ik bedoel. Gaat op een bepaald moment zo'n onderwerp bepalen dat ja, over onze participatie beslissen? Wij kunnen dat niet voorzien, maar uit ervaring zeg ik dat er hier ook beslissingen worden genomen waar we geen vat op hebben. En die participatienota 2015 is voor mij daar een voorbeeld van. Het is ons zomaar overkomen zonder dat wij dat hebben kunnen tegenhouden. Dus wat voor gevolgen zal een referendum dan hebben voor ons? En gezien mijn achterban, bij de laatste referendum, niemand uit mijn achterban heeft gestemd. Sowieso hebben ze zich daar niet mee bezig gehouden. Dus dat is voor mij al tekenend hoe mijn achterban met zo'n referendum zal omgaan. Dus ja, voor wie is zo'n referendum dan geschikt? Helder, zijn er nog meer leden met een vraag? Ja, het lid La Rosa? Ja, als ik de Zuidoostenaar Mike Brandjes bedankt, dan wil ik dat zeker ook doen voor mevrouw Sastro, een grote voorvechter voor het gehoord worden
en betrokken worden bij alle zaken die de bewoners, met name van Zuidoost, aangaan. En ik ben blij dat ze dat keer op keer doet. En zeker als het gaat om de toegankelijkheid van mensen met een beperking. Petje af, dank u wel. Dank u wel. En dank u wel voor uw inspraak, mevrouw. En dan wil ik vast als laatste inspreker mevrouw Boerlage naar voren roepen. En zou ik nogmaals... Nee. Welkom mevrouw Boerlage, u bent perfect. Ja, ik weet de weg. Ik kan eigenlijk wel weer aansluiten bij voorgaande sprekers. De heer Dubbelboer heeft 10.000 handtekeningen.